In Nederland zijn er heel veel gemalen te vinden. Deze worden gebruikt om water naar een hoger gelegen plaats te pompen. Zo heeft ook Nijmegen een gemaal. Dit is het Hollands-Duits gemaal. Dit gemaal werd in 1933 gebouwd naar een ontwerp van Grandpré Molière. Hiervoor werkte hij samen met ingenieur Reep Verloren. Destijds, toen het gebouw werd opgeleverd, zat er een interne dienstwoning in het pand. De losse dienstwoning, die er nu nog steeds staat, werd pas 10 jaar later gebouwd. Het Hollands-Duits gemaal had tot doel om het waterpeil in de Ooipolder en de achterliggende Duitse polder laag te houden. Via het meertje komt overtollig water in de Waal terecht. Op die manier stroomt de polder niet over. Het gemaal is een belangrijke plek in het natuurgebied de Gelderse Poort. Het is gelegen op een bijzondere plek waar 3 landschapstypen bij elkaar komen. Naast de omgeving van de Waal en de Ooipolder is dit ook de Nijmeegse Stuwwal, die bekend staat als een van de zwaarste Nederlandse klimmen buiten Zuid-Limburg. Zodoende is het Hollands-Duits gemaal een prima uitvalsbasis voor alle wandelliefhebbers. Je uitrusting moet je daar natuurlijk wel op aanpassen.